Holy shit! Ik ga helemaal niet per ongeluk boetes rijden met deze auto. Echt niet. Echt niet. Yo MFM, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, zoals je kan lezen aan de titel, zoals je kon zien aan de thumbnail en zoals je kan zien aan mijn blije hoofd, heb ik een nieuwe auto gekocht. Dit hebben we gefilmd, hier is een soort van vlog van gemaakt. Alleen, er zit gewoon geen verhaal in de vlog. Dus hier ben ik die nog een verhaal probeert te maken van de vlog. Ja, al een hele lange tijd ben ik op zoek naar een nieuwe auto. Ik heb hem eindelijk gevonden en holy shit, wat is het een ding. Maar laten we kijken naar hoe het ging bij de dealer. Nou, hallo allemaal. Daar zijn we dan. Kijk, mijn autootje. De laatste keer dat ik erin heb gereden, want... Nou ja, zoals je kan lezen aan de titel en zo, hebben we vandaag een nieuwe auto gaan halen. Dus ja, dat wordt echt superleuk. Maar goed. Dankjewel hè, auto. Je hebt het altijd zo super goed gedaan voor mij. Ja, nou ja, we hebben gewoon een upgrade. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik kan niet wachten. Heb ik mijn sleutel? Ik ben helemaal zenuwachtig en alles. Het is echt verschrikkelijk. Maar goed, ja, we gaan nu zien. Hè? Kijk, oh ja, ik heb mijn pa meegenomen. Hey. Die gaat filmen voor ons. Dus ik hoop dat het een beetje lukt. Ik zie hem nog niet buiten staan in ieder geval. Dus hij zal wel binnen staan dan. Nou, nu vind ik het awkward worden, dus nu stop ik. Daar staat hij volgens mij, onder een doek gewoon. Want ik ben nog niet zenuwachtig genoeg, wat is dit nou? Hallo! Waarom staat die Porsche niet onder een doek voor mij dan? Ik heb hier voor je vader helemaal niks gedaan. Dat kunnen we gewoon regelen. Zo, een week lang wachten, een week lang gewoon bezig met nog 3 nachtjes slapen, nog 2 nachtjes slapen. Ja. Hey, hallo. Ja. En we liepen naar binnen en we gingen gewoon gelijk de auto laten zien voor wat die is. Dus ik hou jullie niet langer in spanning. Hier is het epische moment. Dit is mijn nieuwe auto. Superleuk, joh. Oh, hè? Ja. Oh, ik kan niet wachten. Goed afwijken. Is goed. Dit is de nieuwe B-mobiel. Nee, ik heb de auto upgrade. Eindelijk, na heel lang zoeken, heb ik hem gevonden. Oh jongens, we moeten hem luisteren zo. Dat is zo vet. Oh. Ja, ik ben niet blij mee. Nou, hier komt hij, hè. Ik ga helemaal niet per ongeluk boetes rijden met deze auto. Echt niet. Echt niet. Dat ga ik echt niet doen. Zo, en nu denk je misschien, heeft hij nou nog een keer dezelfde auto gekocht? Ja en nee, want dit is een ST-uitvoering. En de ST-uitvoering, ja, die is wat sportiever. En dat gaan we merken en dat gaan jullie ook wel zien waarom. Je hoorde het misschien net ook al wel aan het geluidje. Het is een verbetering. Het is een verbetering. Het is echt bizar. En na al het papierwerk was het er eindelijk tijd voor. De auto is officieel van mij. Even tussendoor, wat vond je van het filmen van mijn pa? Ik vind het best wel prima eigenlijk. Maar goed, in ieder geval, hier zijn de eerste meters die ik reed met deze auto. Hij is officieel van mij. Ik heb hem zojuist betaald. En nu is het echt zover. We gaan zonder sleutel in mijn handen, want het is keyless. Kunnen we nu instappen, kijken wat een interieur, hè? Je hebt al mooie beelden gezien en zo. Dan is het zover. Kijk, daar staat hij, jongens. Mijn oude autootje.
dankjewel voor al je goede, veilige kilometers. En allemaal mooie herinneringen die ik in deze auto heb gemaakt. En daar staat hij dan. Mijn nieuwe, dikke, freaking wagen. Ford Fiesta ST. Hij heeft 208 pk. Hij is moeilijk snel. Een turbo 1.6. Ja, voor de mensen die het weten. Hij is ook gechipt. Stage 1. Nou ja, als je dit toch ook ziet, jongens. Wat een wagen. We gaan zo eventjes rijden natuurlijk al. Hè? We moeten natuurlijk naar huis. Maar ik ben hier zo blij mee. Dit is zo sick. Het is geen Lamborghini of zo, maar voor mijn doen, ik vind het, dit is mijn Lamborghini. Ik noem hem denk ik ook maar gewoon Lambo. Hij is super, super, super vet. Ik ben er echt enorm blij mee. We gaan rijden. Ik heb er zin in. Ja, en nu hadden we nog een heel vet shot gemaakt. Alleen, dit shot is zeg maar niet opgenomen. Ik weet niet zo goed waar het fout is gegaan. Maar in ieder geval, don't blame my dad, man. Hij doet gewoon zijn best. Het is super lief dat hij het überhaupt wil doen. Maar goed, hier is een soort van mini-story die ik heb gemaakt voor Instagram. Die jullie ook hebben gezien op Instagram. Maar dit waren ongeveer dezelfde shots. Dames en heren, dankjewel dat je me overal naartoe hebt gebracht. Maar je bent vervangen. Ja hoor, kijk wat een bak. En hij is snel. En hij is lit. En hij is cool. En hij is blauw. En nee, het is geen smurf. Motherfuckers, dat je dat wilde gaan zeggen in mijn DM. Ik weet het wel. En toen gingen we eindelijk voor het allereerst rijden in de auto. Dit is de reactie van mijn pa. Ik vind het superleuk, dus ja, geniet ervan. Nou, de eerste paar meters, pa. Wat vind je ervan? Wat een prachtige auto, man. Ja? Geweldig, echt helemaal goed. Holy shit! Holy shit! Oké, okay. Het is een ander autootje. Ja, dit is een beetje een ander autootje. Het is even anders, de hè? De tering. Oh, hij is gewoon super. Hij is gewoon super. Wat een bak. Ik heb iedereen helemaal gek gemaakt afgelopen week, waarbij ik gewoon vooral mezelf gek maakte. Maar hij is nu officieel van mij. En dat is niet het enige. Ik ben ook gelijk naar mijn opa en oma geweest. Want ik moest nog een pan afleveren. Maar ook omdat mijn opa en oma heel graag de nieuwe auto wilde zien. Dit is de reactie van mijn opa en oma. Ik ga hem nu aan mijn opa en oma laten zien. Ik ben benieuwd naar hun reactie. Dus ik ga het ook filmen. Oh, mooie kleur. Zo opa, wat ben je hip joh. Sporten helemaal hip joh. Vrijdag, 2 keer in de week. Zo, nou. Ja. Wat een bak, hè? Oh, geweldig. Zal ik hem eens even aandoen? Daar komt hij, hè? Opa, moet je eens even luisteren. Ik luister. Zo goed, hè? Oma gaat nu rijden. Dit wordt natuurlijk wat. Oma, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Je voelt het, het is wat sportiever, hè? Gewoon wat stugger. Nou, wat aangenaam. Ik voel, het is het hartstikke lekker zit. Je onderrug zit zo. Dus de maat van de stoel, ja? Is voor mij precies goed. What about speed? Ik vind het helemaal fantastisch, jongen. Ja, zeker. Zo moet het vliegen omhoog. Niet normaal, hè? Oh. Wat een power in zichzelf. Nou, nou. Dit is nou echt een wolf in schaapskleren. Dat was eigenlijk de video die ik heb opgenomen. Er zat niet echt een verhaal in, dus vandaar dat ik het zo een beetje probeerde uit te leggen, zodat het toch wat duidelijker is. Maar in ieder geval, ik ben super blij met de auto. Ik ga vanavond ook weer lekker rijden. Ik heb er enorm veel zin in. Hier is alleen nog mijn reactie van hoe die klinkt als die langs rijdt. Want dit is de eerste keer dat ik dat hoorde en nou ja, het is best wel een toffe reactie. Matthijs gaat even voor het eerst dat er iemand anders in mijn auto gaat rijden, gaat Matthijs nu rijden. Je hoort hem al.
Daar komt hij. Die turbo! Holy shit! Oh, dude. Ja, man. Oh shit, wat een wagen. Wat een wagen, holy shit. Alright guys, terug naar Barend in de studio. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wil de Kifiet ook echt enorm bedanken voor jullie super service. Ze hebben me echt enorm goed geholpen. Ze vond het hartstikke leuk dat ik het ging filmen. Dus super bedankt daarvoor. Dus ja, er staat nog een mooie Fiesta te koop. Dus als je een nieuwe auto zoekt, hey, I'm just saying. Dankjewel voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. Fuck die fucking vlug. Fucking, what the fuck doe je hier, maat? Hoezo zit er nu een fucking vlieg in mijn kamer? Het is niet eens meer zomer. Ik word helemaal gek, hè? Holy shit. Holy shit!